Hey, welkom bij deze fototip Tino en ik ga je in 14 afleveringen vertellen hoe je prachtige vakantiefoto's kan maken. Ik ben samen met mijn vrouw op de motor door Europa gecrossed. En je begrijpt natuurlijk wel, als je op de motor bent en je moet al je kleren meenemen, dat er niet al te veel ruimte is voor fotospulletjes. Wat had ik bij me? Uiteraard mijn camera. Daar zat een 28-300 mm lens op. Een lensdoekje, niet te vergeten, erg belangrijk. Een klein statiefje en een filterset. Bovendien heb ik deze vakantie ook een paar keer gefotografeerd met mijn telefooncamera. En ik zal je ook in een van deze afleveringen laten zien dat je daar ook hele goede resultaten mee kan bereiken. Nou, zoals ik daarnet al zei, we zijn door heel Europa gereden. Hier zie je het kaartje. Eerst door Frankrijk, dan Noord-Italië en toen Slovenië. Ja, dat staat niet helemaal op het kaartje. En uiteindelijk zijn we gestopt in Oostenrijk. De eerste halteplaats is Auxerre. Auxerre, Midden-Frankrijk, prachtige stad. Toen wij daar rond 3 uur 's middags, toen nog de zon erg fel was, reden wij over een brug en ik zag dit beeld wat ik dan 's avonds heb geschoten. En dat is een tip aan jou. Ben je ergens en ben je er 's avonds ook en je ziet overdag al een plek waarvan je denkt, nou, dit zou 's avonds best wel wat zijn. Ja, bekijk even goed waar gaat de zon onder. Nou, deze foto is gemaakt in het blauwe uurtje. Dat zie je aan de lucht, die wordt steeds blauwer. En op de achtergrond rechtsachter zie je nog een beetje bruin-geel van de zonsondergang. Hij is richting het westen geschoten. En ja, door de weerspiegeling van het water en de prachtige gebouwen die je ziet, die prachtig uitgelicht zijn, maakt dit natuurlijk een fantastische avondopname in het blauwe uurtje. Blauwe uurtje is meestal een half uurtje tot 3 kwartier na zonsondergang. En je herkent het heel goed wanneer de lantaarns en de straatverlichting gaan branden. Nou, dan gaat het blauwe uurtje eraan komen. Ja? En hoe langer je wacht, hoe meer blauw het wordt, totdat het op een gegeven moment de lucht gewoon zwart is, dat de nacht intreedt. Zoals je net al liet zien, heb ik een klein statiefje meegenomen, maar die kon ik hier niet gebruiken, want je ziet op de voorkant van de foto de reling van de brug en die is veel te smal. Dus ik heb mijn toestel tegen de sokkel van een standbeeld aangeduwd, vrij fors, dat ik geen beweging kreeg. En zo heb ik de foto gemaakt. De lens stond 1/3 van een seconde open. Op deze foto zie je het blauwe uurtje, de lucht een stuk beter. Dit is ook al wat later op de avond. Maar deze foto, ja, ik vind het een fantastische foto. Maar de kerk is nogal uitgebeten en dat komt door het enorme contrast in deze foto. Maar het gaat eventjes om linksboven de blauwe lucht die je ziet, wat kenmerkend is voor het blauwe uurtje. Nou, dit was mijn eerste fotobespreking. Dus de eerste van 14. Volgende keer hebben we het over sportfotografie, want ik heb ook gefotografeerd bij de Tour de France. Hey, tot volgende week. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal als je denkt, nou, ik wil al die afleveringen wel zien. En wil je een keer een workshop bij me volgen? Ja, kijk op mijn site tinovandamfotografie.nl. Daar geef ik alle informatie over individuele workshops voor jou.